Nederland is de afgelopen jaren meerdere malen opgeschrikt door incidenten met voedsel. Al eerder deed de onderzoeksraad onderzoek naar salmonella en gerookte zalm en naar de risico's in de vleesketen. De ontdekking van het bestrijdingsmiddel fipronil in eieren in de zomer van 2017 is voor de Raad aanleiding geweest om breder te kijken naar opkomende voedselveiligheidsrisico's in Nederland. Het blijkt dat de voedselsector zich vooral richt op bekende risico's die zich in het verleden hebben voorgedaan. Door veranderende omstandigheden kunnen risico's zich in een andere hoedanigheid voordoen of in ernst toenemen. Het is van belang dergelijke opkomende risico's goed en tijdig in beeld te brengen. In Nederland ontbreekt het echter aan een gestructureerde aanpak om deze risico's te signaleren en te beoordelen. Hierdoor kunnen mensen onnodig ziek worden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een aantal voorbeelden van opkomende voedselveiligheidsrisico's onderzocht. Bij het fipronil-incident bleek dat mogelijk gebruik van illegale middelen tegen bloedluis bij legkippen niet als risico was onderkend, ondanks dat het al eerder was voorgekomen. Signalen dat fipronil werd gebruikt werden niet goed opgepakt en beoordeeld. Daardoor werd te laat ingegrepen, werden vele miljoenen eieren uit de handel gehaald en ontstond onrust over de veiligheid van eieren. Een ander voorbeeld is de toename van hepatitis E-besmettingen door varkens en varkensvlees. Dit is wel gesignaleerd als opkomend risico. Maar net als bij Q-koorts bij geiten. Blijkt het moeilijk om er vat op te krijgen. Het signaal dat de risico's van ziekteverwekkers op groente en fruit mogelijk groter zijn dan gedacht, wordt niet goed opgepakt en beoordeeld. Het aandeel van mensen die ziek worden door ziekteverwekkers op groente en fruit wordt in de Verenigde Staten veel hoger ingeschat dan in Nederland. Er is niet wetenschappelijk onderzocht hoe het verschil kan worden verklaard. Daardoor blijft het onduidelijk hoe groot het daadwerkelijke risico is. Dat je ziek wordt van het eten van groente en fruit. Het belang om dit goed uit te zoeken neemt toe, omdat steeds meer mensen groente en fruit rauw eten, waardoor ziekteverwekkers niet worden gedood. Uit het onderzoek blijkt dat zelden bekend wordt van welk voedsel mensen ziek zijn geworden. Vaak beseffen mensen niet dat ze ziek zijn geworden door voedsel en schrijven zij het toe aan bijvoorbeeld buikgriep. Ook gaat niet iedereen naar de huisarts en worden er geen laboratoriumanalyses gedaan. Uiteindelijk wordt bij een zeer klein deel van de zieken vastgesteld van welk voedsel zij ziek zijn geworden. Dit maakt het erg moeilijk om maatregelen aan de bron te nemen om de besmetting te stoppen. Ook is het hierdoor lastig om de risico's goed in kaart te brengen en te controleren of de voedselveiligheid voldoende is gewaarborgd. Een steviger voedselveiligheidssysteem is noodzakelijk om risico's vooraf goed te kunnen inschatten en tijdig te kunnen ingrijpen. Wanneer incidenten zich daadwerkelijk voordoen, is het van belang dat signalen sneller worden herkend en opgepakt. Daarom beveelt de onderzoeksraad de minister van VWS aan om een gezaghebbend orgaan op te richten dat opkomende voedselveiligheidsrisico's systematisch en tijdig in beeld brengt. De minister voor Medische Zorg en Sport moet ervoor zorgen dat de rapportages zo snel mogelijk opvolging krijgen.